Philips is one of the largest electronics companies in the world. The company was founded in 1891 by Gerard Philips, with its first products being light bulbs and other technical devices. Since then, they have gone on to develop a wide range of products for use in all areas of society. One of the most important areas that Philips has shifted into is healthcare. With their experience in audiovisual technology, they have created a new and improved so-called ambient experience in a healthcare environment. Ambient experience is eigenlijk een filosofie. Het is een manier om naar ruimtes te kijken waar mensen in functioneren. Wat wij doen is eigenlijk met lichtbeeld en geluid proberen de belevingen van mensen in ruimtes te ondersteunen. Het is een onderdeel van de ruimte en daarom noemen we het ook ambient. Dus het is geïntegreerd. Het is niet zoals je binnenkomt dat daar een stereosetje staat. Het is echt de totale metamorfose van de omgeving waarin de patiënt zich bevindt. Nou, wat je hier ziet is een experience flow, zoals ze noemen. Die beschrijft eigenlijk de reis, hè, of de beleving van een patiënt. Hier laten we onze analyse op los. We kijken waar de kritische punten zitten en daar waar we hulp kunnen bieden. Het geeft een heel rijk beeld, zeg maar, van de beleving, zowel emotioneel, maar ook de noodzakelijke procedures die plaatsvinden aan de klinische kant. In deze ruimte bij de simulatie met de CT-scanner hebben we gekeken hoe we deze ruimte veel prettiger in konden richten en minder intimiderend zoals die nu is. Het is een heel erg technische ruimte en alle apparatuur, randapparatuur bijvoorbeeld wegwerken, niet relevant is voor de patiënt. En open communicatie met de controlekamer. Ga je mee? Ja. We zijn hier in de ruimte van de kittenscanner. Dan gaan we uitleggen wat met jou gaat gebeuren. En dat hebben we een aantal beesten voor en een robot. To explain to children how the medical procedure works, Philips designed a small-scale kitten scanner. It is one of the many examples where Philips focuses on the well-being of people and not only on technical product innovation. Om tot een oplossing te komen, doen we research naar mensen over hoe ze willen functioneren, wat ze willen bereiken. En dan komen we met oplossingen die het dagelijkse leven van die mensen makkelijker maakt. Er is een tijd geweest dat de behoefte aan producten en vorm te vinden voor technologie heel erg belangrijk was. We gaan nu veel meer kijken hoe maak je technologie relevant in bepaalde toepassingen, bijvoorbeeld zoals de zorg. Veel problemen zijn te complex om alleen aan te werken. Dus samenwerking is gewoon key. We werken met een heel multidisciplinair team. Er zitten de psychologen, de antropologen, sociologen. Dat zijn mensen met een totaal andere achtergrond. Eigenlijk begin je als designer toch een andere rol te krijgen dan puur de centrale createur, zou ik maar zeggen, van het idee. In feite hebben we een oplossing die is universeel. Ja, daar zijn we mee begonnen. Maar langzaam komen er specifieke behoeften. En je kunt je voorstellen dat je dat toe kunt passen in retail, maar ook in hotels. Dus het zoeken naar eenvoud, maar ook klantgerichte omgevingen, dat kun je toepassen in allerlei soorten ruimtes. Begin bij die mensen, probeer goed inzicht te krijgen naar die behoeften en probeer te kijken wat je met technologie kan doen.